jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denniske. En vandaag gaan jullie weer wat live Call of Duty Ghost gameplay. Vandaag is wat Infected. En dat is lang geleden dat ik Infected heb gedaan. Ik heb dat in het begin wel een keertje gedaan, maar het is niet echt mijn game mode. En ik ben altijd degene die Infected wordt. Waarschijnlijk nou ook, dus we zullen wel zien. Oh, het valt mee. Hier beneden iemand misschien. Dat dacht ik al. Ik zag op de minimap dat er niemand meer was. Denk toch even kijken. Je moet eigenlijk altijd ergens staan waar bijvoorbeeld dat je achter een enemy staat, maar niemand achter jou. Want dan kun je, stel dat jij Infected bent, kun je gelijk een kill maken. Alleen andersom niet. Maar ik weet mijn god niet waar we heen moeten, want ik speel dus helemaal nooit Infected. Ik weet wel, de laatste keer dat ik op deze map Infected, of ja, toen had ik hier een campstrike in Infected en toen stond ik hier. Maar dat was solo, dus of ja, iedereen was al dood. Ik zat maar volgens mij gewoon een beetje rond te rennen, dus ik weet mijn god niet waar ik heen moet. En we hebben een links, die hadden we volgens mij toen nog niet, toen waren het allemaal shotguns alleen. Dus nou hebben we een sniper. En dit is een heel traag sniper volgens mij. Het is een beetje irritant om mee te quickscope als ze dichtbij zijn. Het is wel fijn dat hij 12 kogels heeft, maar ja. Als ik geen tijd heb om in te zoomen, dan ben ik fucked. Nou, we gaan even hierop. Ik weet mijn god niet waar ik moet gaan kijken. Ik ken dit echt niet, jongens. Dit is echt gewoon niet mijn ding. En ik moet eigenlijk een keertje aan Jaraski vragen van, hey, kan je me even wat tips geven voor Infected? Misschien dat ik dat moet doen, maar ja, volgens mij op iedere map moet je anders spelen. Dus. En er loopt er eentje. Oh, hij staat stil. Los. Luid. Er was eentje beneden. Nou, dit vind ik verdacht. Er zit er eentje hier, ergens. Maar ik weet niet waar. Dus ik loop heel op z'n weg. Want er zit... Oh, wacht. Er staat... Los. Hij stond er bovenop. Hij zat erin in de huis. Want teammate ging dat dood. Dat weet ik zeker. Wat? Zou ik dan nou een enemy? Dat is toch een enemy? Wat doet hij? Oh, eigenlijk moet ik ze niet laten spawnen. Maar ja, hij had mij gezien. Dus hij zou sowieso toch wel weggelopen zijn. Want als je ze laat spawnen, dan blijven ze steeds op dezelfde plek staan. Maar dan blijven ze steeds die dingen neergooien. En dan weten ze ongeveer waar ze vandaan komen. Maar als jij ze gelijk weer killt, dan spawnen ze ineens helemaal ergens anders. Maar ja, aan de andere kant. Die kerel die had me toch wel gezien. Dus die wist toch wel wat er ging gebeuren. Misschien is het niet zo slim als een kerel schiet. Ja, hij heeft bovenop die auto gestaan. Oh shit. Er zat iemand volgens mij boven in de huis. Of was het teammate, dat kan ook. Er zijn er eigenlijk, noem je die eigenlijk teammates? Eigenlijk niet, eigenlijk is iedereen gewoon voor zich. Want er is geen team. Nou, dat is niemand. Ik denk, misschien is dat een enemy trouwens, dat kan niet, want hij heeft een sniper gehad. In ieder geval, anders had ik hem gehad, dat moet ik zeker weten. Waar zijn die mensen, man? Op zich zou er best een goede spot zijn, en dan gooien ze tegen het dak aan als ze willen gooien. Nou, waarschijnlijk niet. Bam! Headshot. Oh, Daniel. Waar zitten jullie, jongens? Is dit de beste spot? Ik weet het niet. Hopelijk wel. Maar wat? Time's almost up. Nee. Probleem is, als je bij zoveel seconden, of volgens mij 2 minuten trouwens totaal, bij 2 minuten niemand gevonden wordt, dan wordt er iemand anders infected. En waarschijnlijk word ik nou infected. Dus, oh shit. Dit is fucking scary as fuck. Pak hem aan. Juist, ik ben infected. Juist. Kom aan. Ha! Specialist. Gotcha. Ik denk dadelijk word ik infected. Dus ik denk, ik ga eventjes weg bij al die andere mensen. Dan kan ik misschien daar gelijk eentje killen. En ja, we hebben in ieder geval specialist. Ik weet niet wat ik bij al die specialists krijg. Volgens mij niet heel veel goed. Eventjes die shit pakken. Dat is ook wel belangrijk, hè, dat ik daar ook wel ammo heb. Niet dat ik daar ook lekker op street ga en dan erachter kom dat ik helemaal geen ammo heb. Dat zou best wel lelijk zijn. Maar dat ding daar maar even neer. Misschien moet je hem bewaren voor als het heel druk wordt. Maar ja, aan de andere kant. Volgens mij kun je die dingen niet snel gooien. Volgens mij werkt dat niet. Als jij hem snel wil gooien en er komt iemand aan en loopt er overheen. Volgens mij gaat hij dan niet gelijk af. We gaan een beetje... Oh shit. Come on, kom terug. Hey, kom terug. Ah, dat lukt niet eens. Je kunt niet eens leanen met dit ding. Oh ja. Ik moet trouwens oppassen dat ze daar ook niet daar staan. Als ik hier bij dat ding sta te leanen. Dan zit het daar binnen. Maar ik weet niet of hij nog steeds... teammate heeft hem. GG. Survivor, dus er is er weer eentje effect. Is gunstig. Want dat zou het meest lelijke zijn. Dat je bijvoorbeeld op een 20 streak gaat. En dat er dan niemand meer. Wat er nou infected wordt. En dan word jij infected. Dat zou echt lelijk zijn. Dat moet mij overkomen. Fuck. Ik zit te twijfelen dat dit wel de beste plek is. Iemand staat 15-0. Dus. Waar zit hij dan? Is hij daar hierboven? Nee, die is weg. Ach, waar moet ik heen? Ik ben zo'n noob. Ik ben echt zo'n noob in dit. Oh shit. Weg hier. Ik ga je weg.
Weg, weg. Er kwam een enemy aan. Ik zag hem wel. Hopelijk heeft hij mij niet gezien eigenlijk wel. Kan ik hem snipen. Op zich is het ding best chill om te quickscopen. Oeh. Ziet. Oh, ik had de. Oh, ik had de collateral. Nee, nou zie ik alles mis. En nou ben ik even. Ik word bang, jongens. Ik ga sprayen. Dat moet je nooit doen. Nee, teammate, help! Ah! Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ik ga helemaal trippen, jongen. Ik word er helemaal gek van. Dit is fucking eng. Ik moet eigenlijk ver naar achteren. Ik moet mijn team eens laten regelen. Doe het zelf maar. Nou schiet ik alles mis, omdat ik al die enemies voor mijn neusje sta. Ik kan niet kiezen. Nee, nee! No! 19! Ja, wat moest ik doen, jongens? Ik zat daar vast. Dus dan moet je nooit in mijn hoeken staan. Maar ja, ik denk, ik ga een beetje naar achteren. Ik ga achter mijn teammates staan, maar... Ik kan niet snel schieten met die sniper. Als er zoveel mensen aankomen, dan ga je gewoon als een malle spray en dan ben je gewoon bang. Dus dat is een beetje wat gebeurde. 19-1 voor de eerste match. We gaan sowieso nog een match doen, dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Zo niet, dan, ja, dan moet je maar gewoon nou de video afkappen. Want dan heeft het geen zin om er twee te kijken natuurlijk. Of, misschien een idee, kijk hem nog een keertje. Misschien dat hem dan wel leuk vindt. In ieder geval, we gaan nog een keertje proberen. We hadden 5,5 minuut overleefd. Dan gaan we dat proberen te verbreken. En ja, tot de volgende keer. Tot zo. Volgende keer, ja, tot zo. Hey jongens, daar ben ik weer. En we hebben weer Infected. Weer precies dezelfde map. Dat vind ik wel een beetje jammer. We hebben in ieder geval de MSBS. En de MSBS, ik denk dat dat het beste wapen is wat je kunt krijgen als jij een campstrike wil halen in Infected. Dus waarschijnlijk, nou moet ik wel Infected worden gewoon. Dat is gewoon pure karma. Ik weet het bijna zeker. Dus ik ga heel eventjes hier op het dak staan. Kijken of ik nog iemand in zijn rug kan schieten. Zij daar eventjes. Waar zijn die mensen? Nee. Alsjeblieft. Ja, gelukkig. Oh, dat was hij. Juist. Volgens mij is dit serieus het beste wapen. Hij is zo sterk gewoon. Dat is gewoon niet normaal. En misschien is dit dom. Maar aan de andere kant, er zijn nou nog maar een paar mensen. Dus ik kan best die pakketjes nou pakken. En heel snel hier weggaan. Ze zitten achter mij. Helemaal aan de andere kant van de map. Dus... Stel deze kant op, we gaan gewoon weer op deze plek staan. Oh, ik had ook eens... Had ik net... Oh ja, net had ik die dual pistols, hè. Ik vind het wel echt jammer dat we weer dezelfde map hebben. Dat vind ik teleurstellend. Flikker dat ding maar gewoon naar neer. Anders zou ik dat zien dat ik hem vergeet in te callen. En... Oh, jongens. Die mensen komen nou al te dichtbij. Ik moet iets verder terug. Ja, die kerel gaat helemaal achter een hoekje zitten. Dat kan ik ook wel gaan doen, maar... Ik heb niet zo heel veel zin in. Weet je wat? Even kijken. Of dat er iemand aankomt. Dan heb je volgens mij minder recoil als je gaat liggen met een wapen. Maar niet uit wat voor wapen. Misschien een assault rifle. Denk, dan heb ik hem makkelijker. Maar hij komt niet naar boven. Hij zal misschien beneden zitten. Of hij komt daar precies naar boven als ik niet kijk. Fuck it. Zit iedereen. Hè? Er zit maar één kereltje. Dit is volgens mij echt niet de beste spot. Volgens mij zit iedereen op die boot of zo. Ik denk dat iedereen op die boot zit. Oh. Hij zit met de teabaggen. Lekker man. Beetje game, maar oké. Oh shit, ik zag iemand. Ik zag iemand lopen, ik weet het zeker. Hey, daar loopt hij. Come on. Let's go. Hij rent naar boven toe. Ik moet er eigenlijk niet achteraan rennen. Dat is het domste wat ik kan doen, en dat is mijn telefoon. Je moet nooit achter die mensen achterna rennen, want... Ik denk als jij dus achterna rent, dat er dan net weer iemand om een hoekje komt. Of je loopt iemand voorbij of zo. Dan ben je fucked. Dus ik vertrouw dat niet, dat gaan we niet doen. Als die teammate even hier mijn rug dekt, dat zou best wel chill zijn. Het is een beetje te leeg achter mij. Ik kijk heel op UV om te kijken of dat er teammates zijn die mij kunnen helpen. Maar daar zit helemaal niemand. Maar wel enemies. Nee, dat ding is mij. Ah, dankjewel. Mijn scavenger. De fuck gaan we heen? Oh mijn god, ik zie nog mis met dit ding ook. Ik heb in ieder geval ook een kill met mijn ID. Dus dat ding heb ik niet meer verpest. Dat vind ik heel fijn. Want als ik bijvoorbeeld dat ding bewaar en uiteindelijk dood ga, ook zoiets van, ja, jezus. Heel dat ding verpest. Had ik hem mensen goed ergens neer kunnen gooien, want dat is altijd wat ik achteraf denk. Dus ik kan best maar gewoon gelijk ergens neer flikkeren. Dead silence, nou dat heeft niet heel gek veel zin. 6-0. We moeten die 19-0 wel verbeteren, maar als we daar 20-0 hebben, dan is het ook een beetje balen. Dus dan moeten we gelijk gewoon 24-0 hebben. En dat zie ik niet gebeuren. Oh, daarboven weer eentje. Oh, specialist bij 8 kills al, wauw, dat is snel. Dan heb je niet zo'n hoge specialist streaks, denk ik. Pas op voor rechts. Ik zie je daar naar binnen rennen, daarom kijk ik naar boven. Maar van rechts kunnen ze ook komen. Niemand let erop, daarom ga ik iets verder naar achteren. Als er enemies zijn, dan kill ze mijn teammates. Oh jongen, die kill had hem zuiver, zag je die? Holy fuck.
Die vent moet de bombal. Die best wel zuiver daar gooien. Waar zullen ze zitten? 7 dagen lang. Oh crap. Hij had hem gekild en andersom ook. Leuk. Wat leuk. Ik weet niet of dat daar heel veilig is. De teammate die erboven zit. Nou, ik vertrouw niet dat hij mijn rug kan dekken. Ik kan het zeggen. Shit, ik zie ineens een hoofd. Ik zag ineens een hoofd in mijn ooghoek. Een hoofd. Oh shit. Nee. Dan gooien ze mij daar van die echt van fucking ver gooien ze me dood. Dat zie ik gebeuren. Kan ik hier niet leanen? Oh, dat kan gewoon. Ah, shit. Dat leanen werkt niet. Volgens mij is dat niet echt handig voor infect. Want dan gaat hij wel trip met aimen. En komt hij daar? Ja, ik moet echt even kijken al die... Oh shit, er ligt gewoon iemand rond. Al die tactieken zijn, er stond gewoon één langs mij. Holy fuck. Hoppakee. Nee. Jezus, ze komen echt veel dichtbij. Ik sta 13-0, ik sta bovenaan. 19-0 moeten we toch makkelijk kunnen verbeteren. Daar moet toch makkelijk lukken. Oh shit, maar niet als zij zo dichtbij komen. Altijd zorgen dat je genoeg ammo hebt. Genoeg ammo inslaan. In de hoek nou hier echt doken gaan is door de throwing knife, maar ja. Oh shit! Dat was fucking scary as fuck. Oh, hij is niet dood. Nou wel. Alsof op mijn rug trouwens, hè. Nou gaat iedereen ineens dood op dit moment, dat is niet gunstig. Ik moet nog eventjes overleven jongens, nog eventjes. Oh mijn god, check maar aim. Check maar aim, ik word fucking bang van die mensen. Ik wil gewoon weglopen en schieten tegelijkertijd. Oh shit, wat is mijn score? Ik durf niet eens kijken jongens, ik blijf gewoon doorspreken, ik heb zat kogels. Oh shit. Oh shit. Ik kon niet getroond knife worden. Help mij jongens, help! Loop niet voor mijn voeten, dat is niet handig. Je blokt me. Kokblok, ga weg! Ga weg! Ik zit vol gefocust, echt, dat is abnormaal. Nou ben ik fucked. Oh shit. Nee! Ik schiet ineens alles mis. Ik kan niet meer schieten. No way! Fuck! No! Nee, ik kon helemaal niet meer schieten. Ik was echt helemaal fucking frustreerd. Jesus, fuck. Nee, dan moet ik nou echt iemand op zo'n manier hebben. Alsjeblieft, zeg het. Zeg het. Ogen dicht, zal het? Nee, helaas. Dat zou ook echt wel geniaal zijn. Nee, dat was echt niet eerlijk. Waarom moet iedereen op hetzelfde moment ineens doodgaan? Ja, ik wist dat hier enemies zaten, maar ik kreeg geen hits op dit kereltje. Hier lag te campen. Ik schoot echt veel te veel mis. Ik zat gewoon echt zo'n... Snel schieten, weet je wel. Fuck! 23-1, net 19-1. 2 keer gefaald. Maar ik hoop dat je het leuk vond. Een keertje weer infected. Dus ja. Dus op z'n tijd moet het toch kunnen, lijkt mij. En dan zie ik jullie waarschijnlijk de volgende keer weer. Dus laat alsjeblieft een like achter. Abonneer voor meer. Ik zou zeggen, kijk naar al mijn social media als je wil. Twitter, Facebook. Daar doe ik niet heel veel meer mee. Facebook vind ik zelf niet heel veel meer aan. Maar in ieder geval Twitter doe ik heel veel mee. En Instagram vind ik heel leuk. Dus kun je ook altijd kijken, opzoeken, weet ik van wat. Het staat allemaal in de beschrijving ergens hieronder aan die video. Dus in ieder geval tot de volgende keer. Houden we.